Deze week is Richard Groenendijk de gast. En dan stond ik in het uh, Hofpleintheater hier, en dat zat helemaal vol. Denk 600 draadentrekkers. mannen die zonder hun vrouw een personeelsdag hadden, die al lekker een buffetje hadden gehad met een biertje en een toestandje erbij. En daar komt uh, Bolletje Bergen met een mooi liedje over de lente. Hij is een vaste waarde in het Nederlandse cabaret. Zeker nadat hij in 2012 de Polifinario won voor zijn programma Alle Dagen. Daarnaast kan je hem ook kennen van zijn TV-werk, bijvoorbeeld bij Ranking the Stars of de musicals waar hij in speelde. Heel veel plezier! Dit is de Elektra Podcast met Richard Groenendijk. Jaren 90 ben je begonnen had je, je eerste show. Ja. Maar ook, wat mensen misschien wel eens niet weten, opgegroeid op Dirksland, Flaké. Nou, ja. een vriend van mij woont in Oude Tongen. Ja. Ik ben heel vaak op Flaké geweest. Ja. Dat is niet per se een omgeving waar je denkt. Ik nee, ga het lekker rijke met een kabaret uh, Bodem, inderdaad. Nou, ik denk het juist wel, omdat je natuurlijk. Uh uh, de, 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 de hele geschiedenis daar en, en je jeugd en uh, ja aan de ene kant het bekrompen wat dat soms kan zijn maar aan de andere kant ook het uh, nou ja, lekker met je kappelaars na het eten de weilanden in dat is <laughs> natuurlijk ook zo, het is veel inspiratie ja ik bedoel ik kom uh, om uh, ik kom uit een tijd jaren eind jaren begin jaren zeventig geboren maar eind jaren zeventig toen was het al lang officieel afgeschaft in uh, Nederland maar krijg je toch in Dirksland nog gewoon met een liniaal op je klauw als je niet goed deed op school. Echt waar? Van Meester Schotanus. Ja, hij is toevallig twee weken geleden overleden. En uh, dus, dat, uh, dus dat is. Ik kom uit <laughs> een sport. Ja. Ja, ja, God straft niet meteen, maar uiteindelijk wel. Dus nee, het is een boerenland waar ik vandaan ja. kom. Uh, omgeven door, uh, door meren en zee. En uh, ja, ik vind het heerlijk. Wij hebben nu nog daar een vakantiehuisje in Goede Reden. Dat is uh, nou ja, op tien minuten rijden van ja. mijn geboortedorp. Lekker dicht bij mijn ouders. En uh, ik vind het heel fijn. Ja, en, ik, uh, en Speelde je daar ook toen je begon? Ja, ik zat wel op de, bij, bij de Amateur Toneelvereniging heb ik gedaan. En ik heb heel veel geplaybacked. En dan had ik een uh, Wim Sonneveld uh, act, uh, waaronder uh, de Tea Room Tango. En dan ging ik met een, uh, ik weet niet of je het nummer kent, maar dat ging over een dame die op kosten van uh, een lover van, de, uh, van alles bestelde... en een beetje misbruik maakte van de man. En de dame was dan een paspop. En de ober was een, uh, was een vriendje van mij uit de klas. En uh, dat deed ik. Uh, dat, en ook Nickelen Nelis, straatzanger... met een trommel op mijn rug. <laughs> en dan hadden wij een bruiloft uh, in partijcentrum. En dat draaide mijn moeder wel eens. Uh, die liep in de horeca. Uh, en dan was ik veertien of zo. En dan belde die eigenaar. Zei, ja, ik heb een bruiloft en het is zo verschrikkelijk saai. Het kakt helemaal in. Kun jij heel gauw met die trommel hier naartoe komen... Krijg je 25 gulden en net zoveel schnitzels als dat je wilt. En dan, ja, en dat ging ik. Daar ging ik, ja. Dus dan, en dan stond ik daar gewoon op een bruiloft te snabbelen voor 25 gulden zwart en een paar schnitzels. Ja. <laughs> Dus dat waren eigenlijk hele leuke optredens, moet ik zeggen. Okay, ja. Jammer, daar gaat het helemaal niet op oh, nee. gaat het niet om, Wat een nee. mooie uitdrukking ook zoveel zo snitsel ja, als je wilt. Ja, net zoveel snitsel als dat je wilt, ja. Oh. ja. Die hadden dan de beroemde snietsel, maar goed. Dus ja, toen ben ik later ging ik op kamers in Rotterdam. En uh, daar kwam ik wel in contact met het betere amateurcircuit, zeg maar. In de SKVR, Stichting Koetsinnige Vorming Rotterdam. En toen ging ik naar de Engelenbak heel vaak, 1992, 1993. 90. En in 95 meegedaan aan Kamaretten en in 98 meegedaan aan het uh, Amsterdam-Slijkersfestival, ja. en zo is het een beetje gekomen. Want in 1995, nou toen ontstond eigenlijk de eerste rampoptreden al toen uh, deed ik mee uh, aan kameretten en toen werd ik samen met Machiel Pomp wat een briljante stand-up comedian was. Eigenlijk uh, heel goed met zijn teksten, maar gewoon het hele leven niet aankon Van het toeren en het wereldje, überhaupt vrij vervelend vond waar absoluut iets in zit. Um, die dus die is toen gestopt en uh, maar toen had ik een half uurtje. En ik was 23 en ik was heel uh, uh, onbevangen. Dus dan werd ik gebeld door kleine theatertjes. Kun je volgende week avondvullend? En dan zei ik, ja hoor, dat kan. Geen idee <laughs> natuurlijk uh, uh, hoe, hoe dat werkt. Dus dan ging, ging ik ontzettend op mijn bek. En slechte uh, kritieken in plaatselijke krantjes en zo. Maar maar ik, hoe, hoe vulde je dan... Een avond een nou show, ja, dan schiet dan ik het mij maar lekker. Het was het even gewoon met volgens mij permanent hoge bloeddruk opgeleverd. Want dan ging ik inmiddels om één uur naar theater, ging ik zelf de, de, op toneel staan met een technicus van het huis, zeg maar van theater, en zeggen: nou, dan ga ik hier staan en dan doet u die lamp aan. En als ik dat zing, dan doet u dat. En op het eind, dan doet u het uit. En nou, dan ging ik natuurlijk ook twintig keer mis, dus dat waren überhaupt nog... weer. En ik heb dan, ja, God, ik weet nog wel, dan ging ik, uh, ging ik naar theater, de Wilde Man in uh, Linschoten. Moest ik. Maar dan moest ik zelf gaan voor de bespreking, zeg maar. Want ik had geen impresariaat, Want ik kwam met die finale van Kameretten. En het grappige was die halve finale. Halve, halve, de, de, het hele oude luxe op zijn kop. Maar die finale dacht ik ook: oh, ik heb de wijsheid en pacht. Ik ben leuk. Maar als je dat uitstraalt, dan denkt die zaal dit. Plus dat daar die hele pers zit. En een Patrick van de Hanenberg. Met de Volkskrant en bladibla. En dus dat was. Die finale heeft mij heel veel schade gedaan. Omdat dat gewoon slecht was. En, uh, en, en hoe, hoe was het dan? Om die finale te spelen, want dan ga je heel lekker in het oude Luxor. Daar zit 800, 900, man. 920. Ja. ja, en dan sta je voor, voor 1500 in het nieuwe Luxor. En je nee, bent... nee, 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 nee. Want wij bij ons in mijn tijd was de finale ook nog in het oude. Oh, ook nog in het oude. Ja, okay. dus weer gewoon het we oude. En Ik dacht, joh, ik ga gewoon die woensdagavond herhalen. Weet je wel op zaterdag. En zo werkte dat niet. Het was, nou, ik heb echt een hele zaal nog nooit zo naar de kippen van. Dus dat was eigenlijk mijn eerste <laughs> grootste ramp optreden. Ja, ik heb heel veel meegemaakt. Ook in Engelbak hoor mensen riepen: ga weg, stop er maar mee. Weet je wel, dat soort dingen. We gehad. Oh, wow. En dan ben je jong hè, en heel kwetsbaar nog, dus dat vond ik wel. Maar ik wist gewoon, er zit iets in. Ja. En, uh... en. Sorry dat ik je onderbreek, nee. maar. Weet je wat je zei, Patrick van der Hadenberg van de Volkskrant zat in de zaal, nou, een recensent die niet bepaald bekend staat om het beeld te Nee. Hij schreef uh, letterlijk op: uh, uh, Richard Groenendijk, de derde finalist, telde met zijn jat- en broddelwerk niet mee. Punt. En uh, dat heb ik uitgeknipt en uh, op een uh, kaart geplakt... met een kerstboompje erbij. Jullie allemaal fijne feestdagen ook. Groet Richard. Want ik had wel altijd een soort zelfspot. <laughs> en toevallig is Patrick van Harenberg... vorige week zondag... heeft hij hele middag bij me in de tuin gezeten... omdat ik me zo graag wilde interviewen... over, uh, over het kleine uh, circuit en hoe belangrijk dat dat is. Dus het, de tijden verkeren. En ik moet ook eerlijk zeggen... het was misschien een beetje, een beetje hard van hem. En hij had misschien met zo'n... Uh, teer van 23... Uh, uh, zo'n gevoelig homoseksueeltje... had hij wel wat voorzichtiger mee om kunnen gaan... Maar hij had natuurlijk wel gelijk, want het was bagger. Als je de band terugziet, dat is gewoon, uh, nou ja, dat is een bijna dood ervaring. Je hebt nog nooit zo'n beursongeluk gezien. <laughs> het is echt geschrikkelijk. Dus uh, hij had eigenlijk wel gelijk en het is gelukkig goed gekomen. Ja. Tenminste, dat, uh, dat denk ik eigenlijk wel dat het goed is gekomen. Althans, ook vorig jaar naar uitverkocht caracetamol voor de eerste keer dacht ik: Ja, heb toch wel iets goed gedaan? Ja, heb je iets weet je, goed, je gedaan? Weet je? ja, precies. En een polifinario gewonnen... Ja. dan heb je ook wel iets goed gedaan. Maar goed, toen kwamen we dus in 95 gaan en ging ik een aantal keer avond vullen. Oh ja, Theater de Wilde. Ja, Linschoot. Dus ik daar helemaal naartoe met de en alles broodjes mee voor onderweg en zo. En ik zoek en ik kon het hele theater <laughs> niet vinden. Dus ik bellen met die man in het telefoonstel met een kaart of met kwartjes nog, op ja. mijn tijd. En die man zegt ja, nee, maar nee, maar er is ja, geloof ik. maar geen kerk of zo? Ik zeg ja, daar staat ik naast. En dan moet het dan zijn. Hij zei, maar Ik zeg, ik zei echt midden in Winschoten. Hij zegt Winschoten, Linschoten. Ik was helemaal voorbij Groningen gegaan. Terwijl Linschoten ligt hier op 20 minuten afstand. Weet je ja. dat soort dingen? Ja, ik, ik, ik zat al te rekenen met broodjes. Ik wou niet de Ja, lopen, je had hadden pakjes een kaprie, voor onderweg en, en broodjes. <laughs> en half in gestopt. Want oh, ik kan niet zo lang in een trein. Nou ja, dus dat soort gedoe. Allemaal kilometer, ja. Daar nou, en toen stond ik dus in uh, Theater. De, de wilde man. En die man die had dat. dat zat aan zijn huis vast. En dan had hij een piano staan. En die was hoogst persoonlijk uh, getest of uitgezocht door Marie-Cécile Moerdijk. Dat is really a voice from the past. Dat weet jij, denk nee, ik niet. Ik heb geen idee. Want hoe oud ben jij? Ik uh, word veertig. Nou, meenemen. bedoel ik. ik, ik ben uit 1604, dus ik weet dat wel. <laughs> en, uh, en dan had hij een soort uh, hapjes in de pauze. En het wilde man-koekje. Dat was dan een roomboot-koekje met een wederop. Gaat de bakker speciaal. Gemaakt en ik weet nog wat, toen had ik dan de afspraak met hem gemaakt. Ik kwam met een, uh, met een pianist en dan had hij gezegd: Dan krijg je daar, nou ja, ik noem 750 gulden voor. En uh, ik was ermee akkoord gegaan en toen kwam hij naar afloop naar voren en toen zei hij: uh, Kan het ook voor 625? Want uh, ik heb uh, uh, toch ook dat koekje en dat zijn ook best kosten en zo. En ik natuurlijk zo'n lul, zo ben ik nog ja, het is goed. Doe maar. Dus het is goed dat ik nu een agent heb. die natuurlijk in principe zijn slot zou afbuiten nu. Maar dat heb ik. Dat, dat soort dingen deed ik zelf. de onderhandelingen. en dat kon ik natuurlijk helemaal niet goed. want zakelijk en creatief. dat gaat vaak niet goed samen. Nee. En ik ben nu natuurlijk wel veel zakelijker geworden. maar ik heb daar een agent ook voor. Maar ik zeg nu gewoon: we willen dat en dat. En zo niet, doe eens de groeten. Weet je wel? Dus ik ben daar wel harder in geworden. Maar uh, dus, uh, nou, en toen uh, ging dat natuurlijk een paar keer flinker mis. Omdat ik, je kan helemaal niet avondvullend zonder regisseur. En, uh, en, dat maar. en toen heb ik een avond voor een programma gemaakt. Goed, met, een, met mijn allereerste regisseur, Ton Offerman. Heette die. En uh, zo zal die nog heten. En. Um, uh, daar heb ik een mooi half uur uit gedestilleerd. En daarmee heb ik meegedaan... aan het Amsterdams Kleinkunstfestival in 1998. Ja. En het was een hele sterke finale. Maar wat gebeurde daar? daar werd, er waren vier finalisten... omdat het zo'n sterk jaar was. En ja, weet je wie er nog meededen? Ja. En ik werd vierde. En Claudia de Brij werd derde. En Claudia en ik stonden in de coulissen... en wij dachten allebei... dat het papier ons te boven hadden. Want wij dachten zei of ik wij gaan dit winnen is ja. lekker ook en uh, ah, toen, zelfvertrouwen ja, ja zelfvertrouwen goed. en toen won Royackerskamps en Kamps en uh, tweede werd Koopmans en Gunning dat is eigenlijk de enige duel wat niet meer is doorgegaan nee. zeg maar maar vanaf dat moment uh, kon het impresariaatje wat ik toen inmiddels had, uh, die konden wel zeggen, ja, nee, hij heeft uh, want de recensies waren goed uh, van die finale en het was eigenlijk, uh, weet je, zo'n beetje de tendens was, er ja, ze zijn met z'n allen de winnaar, want god, wat een goed jaar. Dus, uh, en toen werd ik wel avondvullend geboekt en toen ben ik eigenlijk in uh, voorjaar 98 deed ik mee en najaar 98 uh, in Pepijn uh, met mijn eerste programma in première gegaan. En dat had meteen maar een paar, maar wel hele goede recensies, dus zo is het een beetje gekomen. Ja, ja en toen toen is eigenlijk de ellende begonnen van, drie, van 23 jaar toeren. Ja, ja, nou ja maar dan, dan was je al een jaar of vijf ja, aan, aan het spelen. Voordat ik echt. Uh, ik, weet, ik was natuurlijk op de faculteit, uh, bij mijn studie was ik al bezig. Maar. Uh, nee, dus dat. Wat voor plekken speelde je toen tijdens je studie? Ja, dan speelde. Nou, voornamelijk op de faculteit of ik speelde hier op studentenverenigingen of. Nou, dat is natuurlijk ook allemaal, met bier ben ik bekogeld. Uh, met uh, tissues waar ik niet weet wat erin zat. Uh, een beetje propjes. Uh, het is allemaal, ik heb het wel allemaal meegemaakt. Ja. ja. Ik heb ooit een keer, ik denk in 1996, net na kameretten, moest ik een half uur spelen voor Kroon Elektrotechniek. En uh, ik zeg bij Al, ik, ja hoor, dat is goed voor een boekenbon. En dan stond ik in het uh, Hofpleintheater hier. En dat zat helemaal vol met, denk 600 draadentrekkers... Mannen die zonder hun vrouw een personeelsdag hadden. Die al lekker een buffetje hadden gehad. Met een biertje en een toestandje erbij. En daar komt een Bolletje weg met een mooi liedje over de lente. En ik was toen nog niet, ja. En ik was toen nog niet uit de kast, officieel. En dan had ik zo'n liedje, dat heette Lente in de stad. En dat was dan bij de eerste mooie jongen, bij de eerste mooie vrouw. Want ik wilde dan dat er ook vrouwen in zat. Want dan ze... En dan gingen ze allemaal roepen. Ja, ja, weet je wel. Zo. En, ah, en dan zag die vrouw van de organisatie tussen al die mannen: jongen, stil nou, jongen, stil nou. Zo. En ik, ja, ik ging dood. Ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk, ja. Ja, dat was het. en dat heb ik wel echt heel erg veel meegemaakt, dat soort dingen. Ja? ja, en dan ging ik in het begin van mijn carrière, dan deed je al die uitmarkjes. Dus dan heb je, je hebt natuurlijk elke, je hebt natuurlijk de uitmarkt Amsterdam mm. en Rotterdam. Maar je hebt ook, uh, uh, nou ja, Meppel heeft een uitmarkje en een seizoenspresentatie. En alles deed je, want je wilde die, want ik heb natuurlijk heel lang ook echt... Kijk, hier in Rotterdam werkte ik voor Radio Rijnmond en zat er altijd wel flink wat publiek. Maar ik ging wel gewoon echt voor 13 Mannen Hoge Veen. En uh, sterker nog, Hogeveen, uh, twee dagen nadat ik de Pulifinario had gewonnen in 2012, is daar de voorstelling afgezegd omdat er elf kaarten waren verkocht. Nee. Ja, maar heel veel mensen denken, oh, Richard Roenink staat al. Ja, nee, ik ben eigenlijk vanaf mijn 40ste dat dat echt heel erg goed is gegaan. Toen won ik de Pulifinario en toen deed ik opeens allerlei televisiedingen, want echt die tv heeft mij heel veel... Want Mensen zeiden, joh, waarom zit je in al die quizzen? Dan ging ja, als het niet linksom gaat, dan moet het rechtsom. Ja, want dan zat ik bij collega's in de zaal en dan, weet je wel, dan ging ik bijvoorbeeld bij Sanne kijken. En dan dacht ik, oh, als deze mensen nou zouden weten wat ik komt. Was de ja, ja, en dan, dan zouden ze bij mij ook een leuke avond, niet op de Sanne niet leuk was. Maar ja, dan zei ik ook tegen Sanne, maar hoe? Nou ja, die heeft ook een soort marzal gehad toen, als vrouw, meteen uit Leids, winnen, weet je zo dat. Ja. Dus toen is dat ontstaan. Maar goed, dan deed ik zelf die uitmarktjes en dan ging ik naar de uitmarkt in Venlo. Op zondagochtend half elf moest ik spelen. Drie kwartier uit mijn voorstelling Gluur. Dat was mijn tweede voorstelling en dat was mijn slechtste voorstelling ever. Die eerste was heel goed ontvangen. Beetje net als met die finale van cabaret. Ik dacht, hey, hé, ik heb de wijsheid en pacht. Dan wordt die tweede helemaal geweldig. Nee, nee. Daarna is het alleen maar goed gegaan omdat wat, ik het wat, toen wat, echt wa snap. wat waren de fouten die je had gemaakt bij die twee? Het was gewoon veel te ijdel en het was gewoon een perfect. En het was niet op inhoud en het was... Um ja, weet je, dan ging ik opeens een flyer maken die je uit kon vouwen in vier. Dus had je een mini-poster. En dacht ik, oh, het moet heel erg. Het image moet kloppen. Terwijl je teksten moeten kloppen op dat A4'tje. Maar goed, dat is goed. Dat leer je ja. allemaal. Allemaal niet erg. En uh, Dus ik met Erik de Reus, dat was mijn pianist. Dus dat was het tweede seizoen. De reprise die ik speelde daarvan. het eerste seizoen had ik een, had ik een andere pianist. En wij komen daar in uh, uh, Aden en Venlo. En het, daar, daar hangt dan zo'n heel groot grote vlag met, uh, weet je wel, negen uh, uur dat, half tien dat, uh, kwart over tien dat. En er staat tien uh, over half elf Richard Groenek popconcert. Dus, dus ik dacht eerst nog, god, dat is ook toevallig. Dan is er nog iemand die heet ook Richard Groenek En dan, is een <laughs> dan moet ik toch eens over een artiesten, nou, gaan denken. Nou, dus wij komen daar in een soort... Nou ja, zaaltje met de met, 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 met atmosfeer van een crematorium... waar net een, een, een heel gezin zou worden opgebaard. Weet je, echt gewoon totaal geen... niet geïnspireerd op niks. En... Dan zo'n zo ja, zo Limburger daar, die dan, dat zegt meneer, ik zeg maar ik ben toch niet een pop? Ja, dat weet ik ook niet als organisatie, dat willen wie ook niet. Hè? Helemaal, ze weten allemaal niks, weet ja. je wel zo. Dus ik zeg van, maar zou u mij dan alsjeblieft kunnen aankondigen en kunnen zeggen dat het een fout is uh, uh, in de, de teksten? En, uh, nee, u moet een beetje entertainen krijg je dat soort weet je dat je denkt ja dus oh, ik, dat is ook ja heel fijn. dus ik sta daar in dat zaaltje zondags om half elf en dan staan werkelijk nou ik denk negen mensen met een soort met met, met nog met easy dc t-shirts en half volwassenen die nog van een soort feest of zo afkwamen en um, de, 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 en nog twee kinderen, baby's of zo van drieënhalf, Die liepen te gillen en te krijsen. En daar moet jij dan drie kwartier je ding uh, drie gaan staan doen. Ook. Ja, je houdt toch op. Het was verschrikkelijk om er rond zakken. Mensen die wegliepen. <laughs> en uh, nou ja, dat soort dingen allemaal verschrikkelijk. <laughs> echt verschrikkelijk. dat soort dingen. ik heb in Limburg best. ik heb ook wel eens in Limburg in de krant gestaan. stond er een grote foto van mij. En was ik heel blij dat ik eindelijk in de krant stond. en toen stond er uh, onder was natuurlijk een foutje. stond er Nelly vrijdag streven naar een prettige oude dag. <laughs> Nelly Freida voor, voor mensen die denken wie is Nelly Freida. maar vloeder. maar Vlodder, ja inderdaad. ja. ik ben wel dat, uh, dat uh, Mark Marie toen zei uh, ik haal jullie ook altijd door elkaar. <laughs> ja, vond ik toen wel heel grappig. En, maar ook zondagochtend, half elf. He, is, er een, is er een ongelukkiger tijdstip om ergens te spelen? Nou, dinsdagochtend, half elf. <laughs> maar. Ik, <laughs> okay, fair enough. <laughs> ja, nee, maar dat is wel vreselijk. Joh. En dat deed je natuurlijk allemaal, wat je wilde. Maar ja, dit heeft natuurlijk geen kaart opgeleverd, die flauwekul. Nee. Dat is. Uh... En ik moet eerlijk zeggen. Er zijn, ja, er, zijn wel een, er zijn heel veel losse dingen gebeurd binnen voorstellingen... dat je denkt, maar meen ik dit nu serieus? Maar er zijn maar een paar voorstellingen geweest... dat ik echt dacht, ja, maar dit, deze kunnen gewoon afgeschreven worden. Ik heb, ik, heb, ik heb wel eens in Haarlem meegemaakt in de Philharmonie... dat er een stel opstond en wegliep. En dat ik zei van, uh, uh, van uh, bevalt het u niet na tien minuten? En ze zei, nee, we gaan naar huis... want op talent heb ik hem niet kunnen betrappen. Dat is natuurlijk heel erg weet je wel? Want je bent natuurlijk onwijs gevoelig. En dat was ja. tijdens de adem van de nacht Chinees. Weet ik nog heel goed. Dat was echt een goed programma. En toen stond ik ook al echt in uh, oude luxor zelf solo. Weet je wel? Ja, dat was, dat toen je ik de recensies dus. waren perfect. Weet je wel? Dus dat was echt. De, maar mensen kunnen soms echt asociaal zijn. Het is. Want, want, want hoe ik, ik weet de chronologie van voor je voorstellingen niet uit mijn hoofd. Hoe, hoe lang speelde je toen toen ze dat gingen? Nou, de adem van de nacht Chinees was 2005 of zo. 2006. Ja. Dus relatief gezien nog niet zo heel lang geleden. Jouw uitstraling, of in ieder geval nu, ik weet niet of dat toen ook was, maar is heel erg. Ik kan alles hebben. Ja, nee, maar dat maar, is het maar, natuurlijk ook zo. Maar je zegt dan, je bent natuurlijk heel gevoelig. Ja. Wat doet dat met jou als je op een podium nee, kijk, staat? Nee, ik heb professioneel gezien red ik dat natuurlijk. Want dan, 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 ik liep nog even achter die mensen aan. En nog even, uh, uh, weet je, dan kwam er daarna, waar die mensen al weg kwamen er een goede grap of een open doekje. En dan zei ik van, nou ja, ik vind persoonlijk, ik heb mezelf wel een paar keer op talent kunnen betrekken. Weet je zo, dat. Ja. Alleen. Van binnen ga je natuurlijk kapot. Want dat is namelijk, was onaardig. Weet je wel? Je hebt, ik heb met de vorige show nog om alles. Dat was echt topshow. En er zat er ook in Nijmegen een jongen met zijn voeten op het podium, een biertje in zijn handen. En dat ik ook zei, nou, want de mensen zijn echt soms asociaal. En dan ja. zei van joh, blijf jij zo heel de avond zitten. En dan zegt zo'n jongen tegen mij: zorg nou maar dat het een beetje leuk wordt. En dat is gewoon onaardig. Dus ik kan. Ik vind die onaardigheid vaak lastiger dan dat het nou inhoudelijk mezelf zo raakt. Want ik weet inmiddels echt wel wat ik waard ben. Alleen dat snap je. ja, er zijn soms ook hele leuke dingen. Ja. Want, want ik, uh, ik stond met om alles in emmen. En uh, ik uh, begon dan, ik had een soort hoed op. En uh, naast nou, het, het openingsact en op een gegeven moment... Uh, Dank je wel. Koffie. En op een gegeven moment, uh, uh, ik ben al aan het praten na vijf minuten en ik zet die hoed af en dan zet hem, zegt de meneer op de derde rij net iets te hard: "Oh hij!" <laughs> ja, echt? Want ja. je denkt: "Ja hoor, inderdaad, ook, die okay. dag wat een leuke avond en Nelly vrijdag." Ja, ging. maar kijk, dat dan denk ik meteen: die is voor de volgende show en bedankt. Ja. Weet je wel? Uh, in Amstelveen dekenen, uh, golf een try-out nog op de vlakke vloer. Dat is een vlakke vloertheater. En uh, nou ja, ook na een kwartier staat een vrouw op, die loopt naar beneden toe. Dan moet je natuurlijk langs mij. Ja. Dus ik zeg: uh, Wat is er aan de hand, mevrouw? En die vrouw zegt wel serieus tegen mij: Dit is zeker niet Lord of the Dance. <laughs> ik zeg: En mijn technicus hier ligt dan helemaal gestrekt, natuurlijk. Ik zeg: ja, ik zeg Ziet dit eruit als iets wat binnen nu en tien minuten gaat tappen? Nee, zegt ze. Ik zei, denk het ook niet. Zeg, je moet in een andere zaal zijn, mevrouw. Weet je, ja, dat, dat is natuurlijk wel ja. Echt fantastisch. Ja, ja dat, dat is ook gewoon een oprechte. Ja. Dronken mensen die toneel opklimmen In Den Haag, in Diligentsia. Een vrouw die zit alleen op de eerste rij. De hele zaal zit vol. Eén stoel. Ik zei, joh, ben jij nou alleen? Nee, zegt ze. Laat maar, ga maar door, zegt ze. Dus ik voelde al, oh, er is iets nee, aan is, de hand. Ja. Ik ga door, want het is allemaal... Ik zag ook een soort, weet je, heeft ze nou gehuild of niet? zodat. En aan een uur echt zo kebam gaan die deuren links van Diligencia gaan open. En wat ik ook nog eens heel slecht vind, want je kan dus zomaar toneel oplopen vanaf de straat. En er uh, was dus blijkbaar geen supposter of wat dan ook bij de deur. En er komt een man en die loopt gewoon het trapje op. Het toneel op. En die loopt naar mij. En ik dacht echt. Ik word vermoord. Weet ik ja. veel zoiets. Want ik ben vrij fatalistisch. Weet je. Het is of niks aan de hand. of dood. Zit niks tussen. <laughs> dus, um, dus hij zegt. Uh, hij komt zo naast mij. En hij zegt. Zeg heeft even niks. Nee, ik begrijp een klein beetje veel gezonken. Maar uh, mijn wijf zit hier. En wij hebben zo label Ruzrad. En ik. Denk, oh fuck. En die vrouw. En ik kijk naar die vrouw. En die vrouw die zit totaal getormenteerd. Dikke tranen. Want die denkt. Dan heb je de alcoholist van mij. <tomst> Dus hij zegt, maar zeg maar niks. Ik zei, nou meneer, u staat nu in mijn zender te gillen... in een volspot. Ik zei, wat denk je zelf met, met 450 man in die zaal? En gebeurt. Ja. Ja, ja echt en het um, gebeurt. Maar ja, het gebeurt. Ja, het is vreselijk. Maar het, het gebeurt ook altijd op het moment dat je denkt... en over vijf minuten komt het serieuze stuk van de voorstelling... en veel plezier ermee. Dus zo'n voorstelling voor die mensen is natuurlijk wel bijzonder. Maar die vrouw, die was echt heel verdrietig. En toen... Stond zij op en ze liep weg en hij ging daarachteraan. Dus ze waren allebei weg. Dus ik was met die zaal overgebleven. Dus dan kun je er een paar grappen over maken, ja. maar dan moet je daarna wel door. Want je voelde ook aan de mensen, er zaten ook wat dames in de buurt. En die hadden natuurlijk tot in de diepte van hun ziel te doen met die vrouw. Weet ja, je wel. Dus dat, uh, dat snap ik ook allemaal wel. Ja, ja, ja. ja, Het zijn allemaal vaak losse anekdotes. Dus ik stond ook ooit eens in heer Hugo Waard in de oude schakel. En toen had ik, stond ik met uh, NEP, mijn voorstelling. En dat was nog voor de aandacht van de Toen was ik nog steeds heel erg aan het zoeken naar wat ik nou precies wilde. En het was een beetje zo-zo ontvangen, drie sterretjes, kritiek hier. Maar mm, dat ging wel. Ja. En um, dan begon ik na de pauze. Stond ik met mijn rug naar had ik Dat was nog in mijn periode dat ik Enorm met kostuums aan het doen was. en had ik een hele grote bontmantel aan van, van, van zes meter. Die lag dan over het hele. bijna de toppers uh, aan van aan letteren. En de is zo is Maar dan moest ik altijd geprepareerd worden. Ik kon niet alleen in dat ding met die, met die sleep. En dan, dus ik stond dan zo. En dan deed, dan deed mijn technicus dat altijd. En dan ging hij snel naar de zaal toe. om een cue te geven. En, dus, en dan is hij heel klein daar. Dus die man die dat doek moet trekken. die staat echt nou ja, op twee meter afstand van jou. Dus hij zegt uh, tegen mij. Uh, dus ik hoorde al zo langzaam. Dan nou had hij zo'n muziekje wat begonnen. En hij zegt: Ik vind het hartstikke leuk. Ik zei: Oh, dank je wel. Hij zegt: Echt geweldig. Ik zei: Nou, wat mooi. Hij zegt: In tegenstelling tot wat ik vanmiddag in die recensie las. En het trekt zo doek open. <laughs> En ik had <ook> niks gelezen <laughs> nog. Oh, nou, ik heb veel van als ik aan Want dat doe je toch niet? Nou, echt. Wat is dat nou? Mensen hebben geen idee. Nee. Oh. Nee. Het is echt heel grappig. vraag vragen een afloop aan een vrouw. Uh, Vond u het leuk? Niet alles. <laughs> je denkt, je kan er een boek over schrijven. Ja. Hoe speel je dan je voorstelling als iemand nou, ja, da, daarmee... Kijk, ja, dat zou ik nog lastig vinden als dat nu zou gebeuren. Ik doe nou geen pauze meer. Maar um, uh, nee, dat was uh, dat is ja, dat vond ik echt lastig, want je bent, uh, want toen zei uh, uh, Esther ook toen nog mijn technicus die zei je was helemaal ongeconcentreerd na de pauze. Ik zeg dat klopt. Ik zeg echt en dan blijkt dan zo'n recensie te zijn in weet ik voor wat het 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 het, 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 het vingerhoedje in schubbenkutterveen, weet je, wat allemaal drie keer niks. Ja. Maar ja, je bent van slag. Want, en, want doe, jij, doe jij ook veel dingen, uh, of deed jij veel dingen, ik weet niet misschien nog steeds, buiten theater aan, aan, aan snabbels of Nee, ik heb wel, ik voorstellingen, heb, ja, ik, oh ja, god, scholierenvoorstellingen. Die heb ik wel allemaal gedaan, maar dat doe ik niet meer. Het klinkt alsof je nee. er ook heel blij mee bent. Ja, ik vond scholierenvoorstellingen verschrikkelijk. Omdat er maar heel weinig scholieren waren... die echt zelf uh, geïnteresseerd waren in theater. Die moesten echt mee. En uh, ja, dat vond ik wel gewoon altijd heel lastig om voor te spelen. Want ik ben natuurlijk toch niet... De type, mijn publiek begint een klein beetje 28, 30, 35. Ik ben niet voor 17-jarigen, weet je. Sommigen die het echt heel leuk vinden, wel. Ja. Weet je, ik heb ook wel kinderen die nu uh, 20 zijn en die al vanaf hun twaalfde meekomen met hun ouders. Dus die dan echt met het gezin altijd naar Richard Groenendijk gaan. Maar, uh, maar nee, dat vonden ik. Ik heb een keer in Zwolle meegemaakt dat ze met Wilhelmina-pepermunten gingen gooien naar me. En dan afloop alleen maar met de pianist, want dat was een vrij knappe uh, Brad Pitt-achtig uh, lekker ding. Dus dat was altijd en überhaupt na afloop, dan werd ik opzij gedoet. En dan moesten ze met Max op de foto. Daar ben ik er gek van. Maar, maar even terug, ze begonnen met pepermunten. Ja, begonnen ze ja, met Willemien pepermunten te gooien. Gewoon, ja, weet ik veel waarom. Die hadden ze gewoon meegenomen. Of die kreeg je daar, geloof ik. Uh, was dan zo'n soort festival. En dan de geschiedenis van. En Wolle... wollen. En dan nou, was dan een voorstelling van mij bij. En ging ze met pepermunten gooien. En heel erg in het hoge noorden ook een, een zaaltje waar er dan uh, 60 in kunnen. En dan een klas van 25. Nou, en dan die drie docenten die dan, dan zo'n beetje of twee erbij met elkaar achterin... gewoon een beetje babbelen en gewoon een avondje uit zijn met elkaar. En er niks aan doen. Oeh, en, dan, ja, en dan de voorstelling stilgezet, die hele glas eruit gezet, weet je. Al die andere mensen geïrriteerd. Ja, dat zijn allemaal geen leuke dingen. Dat ga ik niet meer doen. Nee, <laughs> toch? En heb je ook wel op scholen zelf gespeeld? Of alleen dat ze het nee, hebben? dat was nog net de grens. Ja. Dat heb ik geloof ik nooit gedaan, Nee. Nee. Wat, wat, wat is een show uit je hele carrière? Of bedrijven of scholieren of een reguliere show? Waarvan je achteraf dacht: die had ik echt gewoon in zijn geheel niet mee willen maken? Uh, ja. Op de Hogeschool Amsterdam. Daar heb ik wel, dat was studenten waren studenten. Dat, en dat werd geregeld door een docent van mij. Die hier op de Hogeschool les gaf, maar ook in Amsterdam. En het was in de kantine. En daar was een voetbaltafel uh, opzij geschoven. En er waren twee praktikabels neergezet. Daar moest ik op. En dan heb ik gewoon staan praten. En na vijf minuten gewoon gezegd: Jongens, zou ik weggaan? En toen zeiden de twee van: Ja, ja, nee, ja, ben ik wel gelijk. Weet je, de stad vond ik wel heel erg. En ik heb uh, in Zeeland, maar ik weet niet meer hoe dat nou heette. Marco weet dat, want die was daarbij. Dat is uh, nou een jaar of negen geleden of zo. En uh, daar was een. Um, daar was een ja, of, dat was niet Ierseke of Rilland, maar een beetje zo die kant op. En uh, Marco, ja. weet jij nog. Vliers, uh, <laughs> wat ik zeg <laughs> Weet jij nog hoe dat heette in Zeeland? Waar jij nog steeds die stekker uit dat ding moest trekken als licht aan en uit moest? <laughs> Waar jij in Zeeland die stekker. Uh, uh, oh. oh ja, tolen was dat, ja. Dat was in tolen. En dan hebben ze geen weet ik veel groepen genoeg of zo. Of weet ik veel wat. Ja, en dan had ik een discoball En Marco die was toevallig mee. Die moest in een bepaalde cue steeds de stekker erin. En, maar die zag ik dan heel erg zo. Zo wringen en frikken zo tijdens die show. En dan zo'n heel hoog podium. Met mensen die op de grond zitten. Zonder zo heel hoog naar ze te kijken. En toen was dus. De zaal waar wij naast waren was een gymzaal. En daar was het 80-jarig jubileum van de Zeeuwse fanfare. <laughs> Echt. En toen had die man gezegd. Toen had ik gezegd tegen die man. Ik zeg ja, maar is dat ook vanavond? Ik zeg: begint het, dan, begint het dan eerder? Nee, dat begint lekker gelijk. Gelijk zo met elkaar. Zo, die man, de Zeeuws, hoe praten ze die Zeeuwen? En um, dus ik zeg <laughs> zo: ik zeg maar, hoor ik dat dan niet? Als ik daar dan op dat toneel zat, zegt hij men. zo nu en dan het nummer. Lichaam, nummer, weet je dat je denkt? Oh nee, maar goed, nou ja, en dan had je dus dan Stond ik gewoon een verhaal te vertellen of of inderdaad een, een, een mooi uh, kom naar mijn mij te zingen van Kaandorp zat in dat uh, zat in die voor en dan hoorde je gewoon op de achtergrond, van ja, want die hadden een ja, jubileum. Ja, dat oh, ja, ik verbaas me elke keer weer. Hoe bedenken mensen dit of dat. Ja, het is maar mensen hebben vaak geen idee. Ja, ja, ik heb wel, uh, wel, wel veel, uh, ik heb heel veel gewerkt. Hè? Ja, dus ik heb wel heel veel meegemaakt, uh, of dat soort dingen. Maar ook uh, voor heel veel geld, bijvoorbeeld uh, bij een uh, bedrijf wat uh, brievenbussen maakt. En dat je dan wel denkt, als je op het toneel zit, het is goed dat we er geld voor krijgen. Maar dat je, je daar ook gegeneerd voor voelt, omdat die voorstek gewoon niet goed gaat. Omdat, ja. omdat ze niet hebben nagedacht over uh, wie ik nou ben en wie hun publiek nou is. Mensen denken heel vaak, oh bellen we hem, gaat het goed. Hoe ging die show dan? Dat je je geneerd had dat zoveel geld? Want je hebt dus makers van brievenbussen. Toch, zei je? Politische ja. brievenbussen? Makers van brievenbussen heb je dan. En dan uh, hebben zij zelf bijvoorbeeld bedacht. En dat communiceren ze dan even niet van tevoren. Dat het mooi zou zijn dat als ik dan een lied zing. Ik heb dan bijvoorbeeld zo'n lied over Rotterdam. Uh, wat een heel mooi gevoelig lied is met een piano. punt. Dat het ook heel leuk is dat er dan uit de nok opeens van. In een soort glazen hal. Wat dan hun, hun ontvangsthal is. Een, een tissueartiest naar beneden komt. Dat is zo'n vrouw die dan. En dus dat ik opeens denk, wat hangt daar? En dan, daar gaat natuurlijk alle aandacht naartoe. Ja, dat kan je helemaal niet. Ze soleil achtige, -achtige griet. Maar dan ook dat je denkt: oh, dit is het eentje wel van het low budget. Want het is niet voor niks dat hij hier hangt. <laughs> en niet bij <laughs> Cirkels Soleil en dan ook. Weet je wel. Ja, maar jij, jij wist niet dat hij naar beneden ging. Nee, kan. weet je dat gewoon allemaal niet. Weet je, dat doen ze gewoon allemaal. Komt het gewoon <laughs> dan komt het van links naar rechts? Ja, ik, als jij nou straks weg bent hier, dan heb ik waarschijnlijk nog 40 voorbeelden. Ja. Nou, dat doen we een keer aflevering 2. Vind ja. je prima? Nou, oh. ja, maar ik heb dan wel, ik moet je zeggen, ik heb ook veel snabbels gedaan met uh, met karen bloemen. En uh, dan hadden we altijd uh, zo'n act, het heet De Assenpoester. Dat was Assenpoester op zijn plat Amsterdamse. Dat was een oude act van haar, geschreven door Jack Spijkerman. En die is wel echt goed. En dan is het, uh, nou ja, in het kort een heel lang verhaal over die zusjes van Amsterdam allemaal. En dan: uh, je moet voor twaalf uur thuis zijn, Asje, En dan is, verander ik je kut in de meloen. Nou, fijn. En dan komt ze <laughs> op dat feest en dan komt ze die prins tegen. Dat is, was dan toen Alexander en zo, had nog een vrouw. En die had op een gegeven moment had dan een meloen glacé, schijf meloen. En die ging hij dan helemaal aflikken. En dan zei hij tegen As, hoe laat moet je thuis zijn? En dan zei As, uurtje of drie. Dus dat was dan in het kort, maar dat was twintig minuten lang. Nou, en dan stonden wij daar op dat toneel. En dan deden we om de beurt een zin. En dat ging heel snel. En dat deden we echt goed. En uh, dan uh, Karin natuurlijk helemaal op zijn is met een jurk van zes meter. En dan ik daar naast en uh, nou, en dan zat er in die zaal, zat, er, zat dus de crème de la crème van het Nederlands volk. Dus daar had je de voetballers, uh, de, uh, de Conny Breukhovens, de, 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 wat weet je... Wat, wat voor gelegenheid was dat? Het? waren allemaal van die chique feesten. Vaak al zijn het veilingen, weet je. Het zijn vaak excuses om uh, gewoon de hele avond uh, met ons soort mensen bij elkaar te zitten. Want ik denk altijd, ja, als je het goede doel wil steunen, steun, dan geef je toch 2000 euro. Weet je, en dan, dan, dan gingen ze een Delfts blauwe vaas veilen en dat werd dan 10.000 euro. Voor betaald. Dat soort flauwekul. Maar goed, en dan kwamen wij als hoogtepunt. Nou, Karin, deed dan altijd signed, sealed, delivered, en dat ging dan nog wel een beetje zo mee. Nou, en dan uh, kwam ik daarbij. Dat is dan een jaar, dat is denk ik 12, 13 jaar geleden. Dus dan dachten ze nog. Ja, al sta je op in mijn soep, ik weet niet wie je bent. Maar goed, ik kon dan natuurlijk nog wel wat. Dus dat ging dan wel aardig. En op een gegeven moment waren ze de aandacht kwijt. En dan zaten daar gewoon een paar honderd man aan tafels. Te eten, te drinken, te doen. Interessant van die bankdirecteuren, van die voetbalmakelaars. Naar nou alles. Ik heb alles voorbij zien komen. De quote top 500, dat soort avonden. En die luisterden gewoon niet. Dus die hadden gewoon niet het fatsoen om te denken... nou oké, okay, ik vind eigenlijk geen touwtie aan... maar ik ga nu toch wel even kijken... want daar staat tenslotte toch Karin Bloemen. Ja. Mag je mij nou wel vergeten? Vind ik me helemaal niet erg. En dan stonden wij dus die teksten te doen... en dan hoorde je alleen... hoe moet je nog, Hé, hey, hoe even het foto? Nee, nee, nee. Zo helemaal zo. Niets, niets, niets. En ik kookte dan... <laughs> Maar dan keek ik naast me, een Karin... Tata -ta -da, En dan deed ze zo tussen zo'n scène: keep your eye on the money. En dan, die, vond dat, die vond dat helemaal niet erg. Ze zei: ik vind het wel jammer. Ze zegt: maar theater is wat ik doe. Ze zegt: en weet nou gewoon met dit. Het maakt die organisatie ook geen ene flikker uit wie er staat. We gaan, we do, doe het gewoon. Weet je, want als zij het fatsoen niet hebben, wat zou jij gaan lopen erger dan? Niet doen. Dus daar heb ik ja. wel een beetje van geleerd. Ja, dan dacht ik: ja, dat maar, is wel een goeie. Je wil natuurlijk, als mensen veel geld betalen, dat het goed is. Dat je zelf... Dus ik ben daarmee gestopt, omdat um, dat is mij het geld niet waard. Want ik wil uiteindelijk toch de kwaliteit leveren die, die ze in een Voluxor of in een Carré of in een Chassé ja. of in Meppel hebben. Maakt me niet uit. En dat kan ik gewoon in zo'n gezelschap niet. Wat ik wel doe, is bijvoorbeeld gastvoorzitter. Dus dat ik zo'n avond aan elkaar praat, dat vind ik geen enkel probleem. Maar om nou echt een half uur cabaret te doen voor een gezelschap wat daar eigenlijk niet voor gekozen heeft. Ja, dat vind ik ingewikkeld. Ja. ja. En zit er dan voor jouw gevoel verschil tussen dus een zaal met, zeg, de voetbalmakelaars en de quote top 500, of een zaal met... Uh, met uh, Postbussenmakers of. Uh... Nee, want, het, want de overeenkomst is namelijk dat het allemaal mensen zijn die niet bewust hebben gekozen voor Richard Groenlijk of voor Karen Bloemen of voor uh, Jochem Meijer of wat dan ook. Jochem doet helemaal nooit dat soort dingen. En, um, uh, dus dat is het. Het maakt niet uit uit welke laag van de bevolking het komt. Het gaat gewoon dat, erom dat de interesse er niet is. Ja. En wat, wat ik op een gegeven moment op het eind wel, toen ik dat nog wel een beetje deed, wel, dan richtte ik me op die twee mensen die het wel echt leuk vonden dat je er was. Maar het zijn, het zijn allemaal eigenlijk avonden geweest die, die ik heel ver weg stop. Ja. En het is mij ook het geld niet waard geweest, eigenlijk. Want dan kreeg je dan best wel wat voor betaald. En dan dacht ik, ja, ik schaam me er eigenlijk voor. Want het is niet goed genoeg. Terwijl dat lag eigenlijk helemaal niet aan ons hoor. Nee, maar het, het zijn lastige avonden sowieso om te doen, heel lastig. Juist ook, je wil een bepaald effect hebben op je publiek. En het is daar niet. Ja, het is ook heel vaak dat het, mensen het ook niet zo in de gaten En dan zei ze: Kun jij dan niet eventjes tien uh, minuten even een beetje, een beetje, een beetje gekkigheid ophangen? Ja, dat je denkt van: Ja, maar gekkigheid ophangen, dat is natuurlijk niet wat ik doe. Dat is niet mijn werk, weet je wel. Zo, dus, maar het is vaak dat mensen dat gewoon niet zo goed snappen. Nee. Dat zij zelf ook wel weten. Is, is er daar één bepaalde avond het, het keerpunt in geweest? Of eentje die je deed dat je dacht: Nou, kap ik er gewoon mee? Nou, dat is volgens mij toch wel een beetje zo. In, zo dat was volgens mij wel één avond in, in Hotels van Oranje toen ik alleen moest daar. En dat moest ik toen. Uh, was ik, ja, moest, dan moest ik drie keer twintig minuten cabaret. En na de eerste keer twintig minuten dacht ik al. Oh, die zitten niet op uh, blokje twee en drie te wachten. En dat was. was ik, toen was ik zo. Uh, ja, was gewoon bijna wel mensonterend. Weet je wel. Of dat, ze, of dat mannen dan ook voor de grap uh, hebben. ze wel gedronken en dan lekker door je heen gaan zingen. Of uh, dan de... toch weer wel een homo-grap of zo Wacht erin even. gooien. Door je heen gingen zingen? Ja, dan, dan, een beetje, dan hebben ze gedronken. En als er nou iets erg is, dan is het wel. Uh, die uh, zo'n quote. 500-achtige groep, en die gaan dan natuurlijk gewoon. Uh, ja, die zetten gewoon uh, bosje rode in. Nou, uh, of ze willen of je wilt of niet. Ja, dat is allemaal vreselijk. Ja, ik heb wel echt, hoe eerlijk zeggen, <laughs> dat levert ik je wel een dikke huid op. Ik heb echt zoveel vlieguren gemaakt. Dat is wel echt aan te bevelen, overigens ook, hoor. Ja, uiteindelijk ga je zelf wel selecteren wat je wel wat je wel en niet wil, maar uiteindelijk, maar eigenlijk is het wel goed om dat allemaal mee te maken. ja. En wat, 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 wat ik, je noemt nu al een aantal dingen die gewoon door je voorstelling heen zijn gegaan, met pepermunt naar je hoofd, met bier gegooid, er wordt doorheen gezongen. Ja, een studentenvereniging inderdaad met bier, ja. Wat, wat is het raarste dat er ooit door een show heen gegaan is? Nou, Fysiek of auditief. Ik vond het uh, raarste waardoor een show heen gegaan, is toch denk ik wel die dronken man op het toneel. Omdat ik dat ook echt uh, heel schrijnend vond. Want je zag ook aan de man zijn hoofd dat niet zijn eerste avondje drank was. En je ziet zo'n vrouw zitten. En je hebt daar meteen een heel verhaal daarbij natuurlijk. Dus dat vond ik uh, pittig. Uh, wat ik ook wel een hele rare avond vond, dat was uh, tijdens om alles. De reprise. Dus dat is eigenlijk nog maar anderhalf jaar geleden in theater uh, IJsselstein in... Uh, of theater, uh, Vulco theater in IJsselstein. Ja. Daar kom je als publiek boven binnen... en loop je helemaal naar beneden die trap op. Dus als je eruit moet, moet je ook helemaal naar boven toe. Nou, er zit een vrouw op de tweede rij... En die zit er zo een beetje na tien minuten zit die een beetje zo een beetje zo. Dus ik zeg tegen de vriendin, ik zeg uh, die, die, dat heb ik gauw voor mekaar. Die, die, die valt dus laat. Ik zeg dat, de ja. uh, vindt die... Nou, zeg, ze, ik weet niet zo goed. Dus die gaat zo zitten duwen tegen die vrouw. Dus die vrouw die reageert helemaal niet meer. Dus die vrouw die krijgt een soort, ja, toevallig, voor noem je dan ja. een flauwt of dat zoiets. Maar dat was een vrouw dat, de, de, die met alle respect dat was die had niet maatje 38. Dus til jij die maar zo'n zo rij uit. Dus toen moest de voorstelling worden stilgelegd. <laughs> en toen die vrouw, hebben ze die vrouw... een losse stoel hebben ze aan de zijkant gezet. Daar hebben ze die vrouw opgetrokken. Maar die moest die hele trap over. Dat ging dus niet. Dus toen hebben ze dus met vier man, uh, twee mannen uit de zaal... en twee man techniek... hebben ze die vrouw als een soort matahari... het trapje op toneel gedragen... Daar hebben ze ze neergezet, want ze moesten natuurlijk zelf even bekomen en even kijken. Dus die vrouw zat op het toneel zo'n beetje half, die was toen al een beetje nee. half. Ja, dus en toen hebben ze ze weer vastgepakt. En toen hebben ze ze zo de coulissen ingedragen, met nog zo'n uh, lap van de coulisse die zo over de hoofd heen ging. Het zag allemaal vreselijk uit. Toen hebben ze ze in de coulissen gezet, en daar is de ambulance gekomen, de, de broeders en zo. Maar ik had natuurlijk die zaal, die echt wel geschrokken was. Want die dachten die vrouw... Uh, maar dan kan ik wel ook, ik kan wel veel zeggen en maken. Dus, uh, dus dan zei ik, gaat een beetje, mevrouw. En dan zei ze, ja nou hoor, weet je wel zo. Want ze was natuurlijk een beetje bijgekomen al. Ze nou genieten ervan. En dan zei ik, misschien het laatste wat je ziet. Weet je, zo dat. En daar kom ik wel mee weg. <laughs> dus maar ja, toen kwamen de broeders. En toen moesten weer uit die coulissen worden. En ik zie dat natuurlijk allemaal. Ja, ja dus die avond is wel weg. In principe, want mensen voelden, waren wat? natuurlijk heel benieuwd hoe ze dat nog even. Daar Los daarvan, het, wat je nu beschrijft, naar in een stoel, naar op het podium. Echt, ja, was dat gewoon het een zo. Minuutje, dit, nee, is dat een heeft kwartier, een kwartier. Nou precies, een kwartier. En uh, ja, en ik moest natuurlijk, en oh, ik weet niet hoe, want ze ging echt op half zes. En uh, nou ja, uh, 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 dat was wel gewoon heel naar. Ja, uh, als iemand, uh, als want, iemand, want hoe, hoe, hoe vul je dat op? Want je zegt, ik kan een boel maken, maar dat is ook op het moment dat iedereen weet, oké, okay, ze is in ieder geval buiten acuut levensgevaar, ja. denk ik. Ja. Want tijdens dat kwartier heb je ook een hele rare spanning volgens mij hangen. Ja, heel rare spanning. En daarna natuurlijk ook. Dus ik weet al dan van tevoren uit ervaring. Weet je, als er iets gebeurt. dan heb je daarna nog een kwartier nodig. om die zaal weer even naar jou te. Want die zijn bezig met die vrouw. Weet je, nu sommige mensen schrikken. sommige mensen uh, relateren het aan iets wat ze mee hebben gemaakt binnen hun familie. Ja. Uh, daar moet je altijd mee oppassen. Dus, um, dus, dus, dat, dus dat, dan weet ik al ook. Oh, kut, die avond voor mij is het weg. Want ik ben dan niet meer lekker aan het spelen. Ik ben dan aan het redden. Ja. En dat was ook niet uh, mijn beste voorstelling verder. Maar mensen komen er wel naar afloop. Maar ik ga ook eigenlijk nooit naar voren toen naar afloop. Maar dan wel, weet je wel. Gewoon even te praten met die mensen. En uh, gaat het een beetje zo dat. Nou, ik lig natuurlijk, ben natuurlijk kapot als ik thuis kom. Maar, uh, maar die vrouw die is hersteld. En dan doen wij wel altijd even adresgegevens. En dan uh, uh, krijgt ze kaartjes in een ander theater. Ja. Dan ga je ook niet meer naar voren. Nadat dus een vrouw ooit na afloop zei, uh, wat vond je ervan? Ik vond niet alles leuk. Ja, vond je het leuk? Niet alles. Nee, 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 nee maar dat is dat mensen vinden het heel erg leuk als je naar voren toe komt. Maar ik ben niet zo goed in grote groepen sowieso. Dus uh, ik vind dat uh, ik ben met ben ik word ik al een beetje van leren van dat zij misschien niet geloven bij mij, me, maar dat is namelijk wel zo. Ik vind het ongemakkelijk. Um, omdat ik best wel vaak ook wat serieuze dingen aansnijd waar mensen het dan over beginnen. Ja, maar je moet niet dit en je moet niet denken dat. En uh, ja. doe nou zo en wees nou. Weet je, dus dat vind ik lastig. En los daarvan, ik speel vier, vijf keer per week. Als ik op vrijdagavond in Delft zelf sta. En ik heb gespeeld en ik moet nog drieënhalf uur terug. Ben hartstikke moe. Ja. En gewoon lekker slapen, weet je wel. Jochem kan het heel goed. Jochem kan heel goed die, die komt als een soort overwinnaar van de Europa Cup. zo'n zo ding binnen. Ik heb dat niet. Ik heb mijn ding gedaan en dat heeft niks met capsones te maken. Want dat denken mensen wel eens, maar ik ben gewoon leeg. Ik heb wat gegeven aan hun en daar mogen ze mee doen wat ze willen. En ik heb volgens mij meer dan 100% gegeven elke avond. En dan is het klaar. Ja. Heel, soms ga ik wel eens wat drinken. Op. Ik vind het leuk als ze wat bekende zijn. Een beetje even een babbeltje maakt en ik ga met iedereen op de foto als ze dat willen als ik er ben. Maar als je diep in mijn hart kijkt, vind ik het lekkerst om terug te rijden. Gelijk. Ja. Nou ja, in die zin is het natuurlijk ook gewoon werk en mensen, ja. met een kantoor. Je bent gaan in principe ook niet verpleegd. Elke maar het is... dag. Nee. Nog een nee. uurtje na, nee. na borrelen met je collega's. Wie krijgt het tegenwoordig na afloop van zijn werk van zijn baas Bloemen? Nee, dat, dat komt er maar eens om. Ja. <laughs> dus we hebben al een beetje een soort rare. Het is natuurlijk, Als je het goed beschouwt, is het wel heel raar werk. Een beetje gekker. Weet je, je zit hier in huis en dan denk je, nou ga, dan ga je heel lang in een file staan. Dan ga je naar een gebouw in een stad die je niet goed kent. Dan ga je op een verhoging staan. Laat je heel veel lampen op je zetten. Laat je mensen voor betalen omdat jij denkt dat wat jij te melden hebt toch echt nog wel twee tientjes waard is. Ga je heel veel praten en doen. Gaan mensen voor je staan. Gaan ze klappen, Krijg je bloemen. Ga je naar huis. Koekoek. Koek. Gaat zo nergens over eigenlijk. Nou, ik, ik vind het een heel mooi vak. Het is een heel maar, mooi vak, maar als je het analyseert, is het natuurlijk wel een beetje raar. Ja. Heb je avonden gehad dat het ook echt gewoon als echt als werken nou, toen bijvoorbeeld, uh, dat is maar weinig geweest. Maar ik had bijvoorbeeld, uh, nou ja, in 2006. Toen, uh, toen speelde ik de adem van de Nacht Dat was een hartstikke goede voorstelling. En uh, toen zat ik in Wiest de Mol. En toen tijdens de uitzendingen van Wiest de Mol werd Frederik Huid Dat was een vriendin van mij. En die ging ook dood. En dat ja. wisten wij. En tussen haar, dat nieuws dat ze dood zou gaan en, zo is, is, uh, en ook daadwerkelijk is overleden, zat nog een dag of tien. 14 en wij moesten allemaal ons mond houden als groep van eerste Mol natuurlijk en ik had contact met haar ouders ik heb nog steeds contact met haar moeder uh, en toen moest ik s'avonds spelen en toen uh, vijf keer per week ook nog toen speelde ik echt nog vijf zes keer per week en toen uh, was het wel ja niet automatisch maar toen dacht ik ja dan zou ik zou ik niet gewild hebben ja. als er echt iets aan de hand is ja dan zie ik het wel als uh, dan 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 is het dan is het soms wel ja we werk. Ja. Dan is het omdat je het moet doen. En dan, maar dan heb ik wel echt gewoon dat als het doek open gaat, ook het vergeet. Ik heb ooit één keer, dat was de allereerste keer dat ik in de Goudse Schouwburg uh, in de grote zaal mocht staan. Die zat toen nagenoeg uitverkocht. Van pure stress. Dat was tijdens. Uh, ik weet niet welk programma dat dat was. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ego, ja, was dat. En uh, toen had ik een hele zware migraineaanval. En ik heb heel lang migraineaanvallen gehad. Daar ben ik nu inmiddels uh, nou ja, nagenoeg overheen. En als ik het nog eens heb, is het veel minder. En, uh, dat, maar dat was echt overgeven in, de, in een emmer in de coulissen. Zo erg. En ik wilde per se toch gaan, weet je. Want ik kom ook nog in een soort gezin van... nee, ja, ga gewoon werken. En de uh, doek ging open. Top voorstelling gespeeld. Maar ook niks gevoeld. Pauze, kotsen, overgeven, niet meer kunnen... Doek open. Niets voelen meer. Maar echt gewoon dat ik stond te spelen en gewoon genezen, zeg maar. weg. Wow. Doek dicht, kotsen en ziek. Door Milène, mijn vriendin, Milène Anjou. Uh, naar huis gebracht en bed in. Dat is raar, hè? Maar, maar vooral hoe. Ja, en dat is hoe, dan. Hoe, hoe, hoe maak je die omschakeling? Want op een gegeven moment weet je, nou ja, we gaan. Ja, dat gekregen, doet je lijf. We hebben aanvang, we gaan beginnen. Maar dat doet je lijf. Raar, hè? dat vind ik nog steeds een van de meest gekke, gekke fenomenen van, van en ook toen in die periode dat helemaal week, ik denk als je een gemiddeld persoon met migraine zegt jong wat vind je van het idee dat we je even op het ja, podium zetten met had, een enorme bak licht op je ja en ik had niet zomaar want ik had dan op mijn linker oog dan voelde ik het s ochtends al zeuren Dan zag ik zo van die van die lichtflitsjes en ik, oh daar gaan we dus als ik dan niks te doen had dan ging er een zetpil in van 1500 milligram en dan gordijnen dicht en plat maar ja als je moet spelen dan, en als ik dan een beetje naar buiten ging of in de auto... dan moest ik misselijk en kotsen en dat soort dingen. En ja, het is gewoon echt uh, unbelievable. Gewoon niks voelen. raar, hè? Ja, nou ja, het lichaam kan rare dingen. Ik, ja. ik, ik doe ook aan ultralopen, dus dat zijn alle afstanden verder dan de mogelijkheden. Ja, daar ben ik mee gestopt. Ja, daar gaat, er veel er gaat er ook veel tijd in zitten. Er gaat ook veel tijd in zitten, ja. ja en naast combineren. mijn atletiekcarrière carrière vind ik het gewoon te veel. <laughs> dus. <laughs> <laughs> daar, daar heb je dat ook, dat op een gegeven moment pijn en ongemak en weet ik wat... Ja. dat je lichaam dat uitschakelt. Raar, wow. nee, wauw. Wat ik vooral bedoelde, want... Uh, je noemde nu persoonlijke omstandigheden... dat het als werken voelt. Wat ik eigenlijk bedoelde is dat, dat het gewoon... door de zaal waarvoor je staat of door hoe het gaat... of door het, het gezelschap waar je naartoe moet... dat je denkt, oké, okay, dit is gewoon... Nou ja... Net weet zo je, pijnlijk dat als een migraineavond. Er... Ja, en er zijn ook gewoon wel avonden... dat het gewoon niet gaat. Dat, het gewoon, dat er niks loskomt... Wat niet wil zeggen dat die mensen niet genieten. Maar goed, dat mag je wel weten. De Vecht de Blauwe Kei. Daar heb ik nu altijd gespeeld met veel plezier. En die hebben nu een nieuw theater. Ik heb er twee keer gespeeld. En ik heb het idee, de mensen, er helemaal niks aan van. Want ik hoor niks. Maar dan hoor je later van die mensen dat ze het goed hebben gehad. Weet je wel? En dat van die technici, ja, we, zijn, we zitten heel ver weg. Het is stijl, het geluid komt niet op toneel. Dus dan doe ik mijn programma. Maar ik krijg niks terug. Dus dan sta ik op het toneel en denk oké, okay, dan gaan we nu maar van scène naar scène naar ja. scène. En dan doe ik maar net alsof ik voor Wimmy... mijn regisseur sta in een repetitie. Dus dan moet ik altijd voor vol spelen. Alleen, je krijgt maar lach van één iemand... en inmiddels van niemand meer... omdat ze het ook al twintig keer gezien ja. heeft. Dus En dan is het wel echt werk. Omdat je zo'n zaal gewoon niet loskrijgt. Ja. Nee, dat, 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 dat gebeurt wel eens, ja. Maar het is altijd zo onaardig om te zeggen van... oh, het is nou niet zo dat... want ik bedoel... Christel de Laat, dat is een uh, cabaretier die is vrij regionaal in Brabant bekend. Ja, die gaat in première in Veghel, want die vindt dat de meest geweldige zaal. Ja. Dus het heeft niks te maken met die zaal waarschijnlijk. Maar dat ligt, denk ik, aan mij in de wisselwerking. Dat kan wel eens gebeuren, ja. Ja, al, al de, heb je ook daadwerkelijk theaters waar het gewoon door, ja. de, door hoe ze in elkaar zitten, dat het inderdaad, het ja. geluidje niet bereikt. Ja, of dat je denkt van jongens, welke abortuskliniekontwerper ontwerper heeft dit bedacht. <laughs> Nee, maar dat, dat, dat zie, je, zie je natuurlijk heel veel, uh, zeker bij nieuwere theaters, een soort ambitie van een, uh, van een architect. Maar dat je denkt, uh, zullen we dan even vijf minuutjes met wat artiesten rond de tafel gaan zitten? Dan kunnen we misschien uitleggen dat het wel handig is dat als je uit je kleedkamer komt, dat je niet door het publiek zeg maar de coulissen in hoeft. Want dat, dat, dat is He ook. Heb meegemaakt? Maar, ja, dat heb ik meegemaakt in mijn grote schouwburg. Maar dan durf ik niet te zeggen of dat nou Apeldoorn of Eindhoven was. En het hebben ze later aangepast. Maar dan liep je gewoon een soort, door een soort glazen ruimte, gewoon met je publiek. Dat je denkt, jongens, hoe dan? Nou, ja. ja, dat gebeurt gewoon. <laughs> ja. Of uh, ja, ja, dan gebeuren die architecten. Nee, dan moet er per se een bepaald soort design licht op de. Pa uh, Paskamer op de kleedkamerspiegel. Mm. Terwijl zeker voor vrouwen, maar ook voor mannen die ze de wallen weg willen werken, moet je hem goed licht recht van voren hebben. Weet je, zodat ja. en wel een beetje met warmte erin. Nou ja, dat is allemaal zo lelijk soms, jongen. Ja. Uh, daarover gesproken, je noemde Wimmy al, Wimmy Wilhelm, regisseur. Ja. dat is ook hoe ik eigenlijk bij jou terecht kwam. Helga van de Gestapo. <laughs> dat wilde ja. ik niet zeggen. Ja, nou uh, wel. <laughs> nee, <maar lacht> ik, 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 ik nam op met Martijn Cardol en die zei: Oh, ik heb een appgroep met Richard met Wimmy. Ja. Uh, waar we nu weer terecht zijn gekomen. De meest gekomen. vreselijke theaters. Ja. De meest vreselijke theaters en, en kleedkamers ja. door het hele land. Wat overigens ter sprake kwam, omdat ik het met Martijn had over zijn optreden op Vlieland waar zijn backstage bestond uit een ja. klapstoel achter een struik. Ja. Heb je ja, dat soort dingen wel eens gedaan? Ja, dat heb ik ook wel gedaan. In Vlieland heb je natuurlijk ook die, uh, die camping En dat organiseert Wimmy altijd. Ja. Dat is zo'n theaterweek in dat gebouw. En uh, ja, daar zit je natuurlijk ook tussen de flessen. En ik heb natuurlijk, man, hoe, hoeveel frituurpannen en vrieskisten <laughs> ik al niet gestaan heb. In de Molen in Beuningen. In, 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 in Nijmegen. In, in uh, een café, café Splots. Jongerencentrum Splots. Waar ik ook nog. Door die familie van die Bart, dat was die eerste winnaar van um, Big Brother. Big Brother, die had zijn broertjes en zijn zusje, en zijn moeder of zo. Zat bij mij in de zaal, die waren hondsvervelend vervelend in Rule of En <laughs> en later. Hoorde ik dat zij dat waren. Die Bart zelf was er niet bij, maar gewoon uh, mensen die dingen roepen, die dingen kunnen. Uh, dat is ja, god, door de jaren heen, wat sowieso is plots. Is al wel eens vaker te sprake gekomen. Ik heb er wel eens gespeeld. Ik ga er mijn solo ook dit seizoen weer spelen. Ik vind het een hele leuke plek. Ja. Kan je, maar kan je, kan je het beschrijven? Ja, maar goed, jij zit nog in die, uh, in, in die fase dat je dan nog een leuke plek, uh, <laughs> plek vindt. Oh, hier is onze appgroep. Ja, dat is heel grappig. Dat is, ja, kijk, hier staat uh, 20 kaarten Emmerlord. Ja, verschrikkelijk. Ze wilden het toch door laten gaan, zegt Martijn. En ze hadden hun jongere panel uitgenodigd. Dus twintig mensen en twintig tieners... die om de tien minuten hun telefoon er eens bij pakken. Want dat is ook van de laatste jaren. Ik ben nog van het ouderwetse theater. Dus de muziek begint, doek is dicht. Doek gaat open. Als het doek open gaat, is het bij mij altijd... alsof ik, in een soort, uh, of ik Madonna in concert heb. Alleen maar van die lampjes. Van mensen die nog heel even zeggen... Ik ga we nu uh, uitzetten, want ik uh, zit bij het cabaret. En dan uh, half in, als er één serieus lied komt. Ik zing in anderhalf uur twee nummers. Dan zie je gelijk weer twintig lampjes van jongeren opgaan. Die hebben natuurlijk helemaal geen trek in zo'n nummer. Dus, uh, en ze houden dan dat ding zo, want ze denken natuurlijk. Nou, Een nou, laagje, maar heel de ja. smoel is verlicht. Dus bloedirritant. Die telefoontjes die zouden gewoon inderdaad met zo'n soort. Ja, uh, ik was pas bij Hannah Gatsby in, uh, in Carré. Ja. Of een tijdje geleden. En daar moet je je telefoon in een soort zakje doen. En dan uh, kan, kan die niet aan. Dan is ja. die, uh, en dan halen ze het later, de slotje er weer af. Ja, geweldig eigenlijk. En wat je natuurlijk ook uh, hebt, um, uh, nou ja, goed, dat zul je ook wel hebben meegemaakt, uh, dat hebben we allemaal, uh, als je in de wat kleinere zaaltjes komt van de gemeente, uh, uh, of in een gemeente, of van mensen die het zelf hebben bedacht, dan heb je daar de vrijwilliger. En uh, dat zijn vaak, uh, ja, wij zeggen altijd uh, hele lieve mensen, maar erg gastvrij. <laughs> Dus, dus. Ik, ik heb een beeld, maar... En het meeste zijn natuurlijk gewoon echt fantastisch in die laten je ja. gewoon. Maar er zijn er ook heel veel die denken, hé, hey, bekende Nederlander. En daar ga ik de hele dag mee optrekken nu. Dus dan kom je daar aan, want je staat daar heel vaak, bij de heel vroeg, omdat dat nog in de try-out fase is. Dus dan ga ik met Wimmy daar om drie uur al zitten om dingen te veranderen, om de staging te veranderen, zo, dat soort dingen. En dan heb je gewoon de herder dan begin je eerst met een rondleiding. En dan zegt zo'n man: uh, dan doet hij een deur open en zegt hij deze toilet. Vorige week heb Thomas Agda nog op gezeten. Dat je denkt: ja, maak maar wel even schoonheid niet erg vindt. En dan, uh, dan moet je alle gasten boeken door, weet je wel. Vanaf 1975 is het theater hier al in werking. En dit is die, en hier was Toon nog. En dit is de, de, broer, de buurman van Toon Hermels. En heb je ook nog gezeten. En weet je wel, dus dat allemaal dat soort dingen. <laughs> en dat is... Uh, en waarom eet je nou niet meer ons mee? Want we hebben allemaal gekookt. Terwijl, ja, je krijgt niet uitgelegd dat in zo'n try-out fase... ben je gewoon echt... Ben ik altijd wel een beetje nerveusig voor de voorstelling, maar daar veranderen wij heel veel ja. in. Dus als ik eet, wil ik even met Wimmy eten. En dan doen wij nog even snel en dan zegt ze, hey, als je nou die scène even achtergooit en je doet daar vanavond dat even daar. Want ik benut echt elke try-out. Omdat ik begin eigenlijk al met een script wat al redelijk af is. Ik ga niet heel erg die voorstelling stukjes een beetje staan te maken met dat publiek erbij. Dus elke try-out gooi ik wel iets om. Of gaat er wel iets uit. Weet je wel, zo dat. En um, uh, dan heb ik gewoon met alle respect, geen tijd en geen aandacht om ja met zeven vrijwilligers van een ja, buurtcentrum je, je komt er gewoon met een doel en dan ik is kom er een met een goede doel om te werken, een show, exact. Nou en dat je dan niet tot s'nachts drie uur daar aan de lampen hangt, dat is aan mensen niet uit te leggen. <laughs> ik heb daar wel eens een boze brief over gehad. Serieus? Ja, ja, we hadden bitterballen en we hadden gelezen in een interview... want als je ergens ook één keer in een interview roept... ik ben dol op chocomel... dan krijg je gelijk de volgende tien weken... in elke zaal drie pakken chocomel mee naar huis. Dat is hartstikke lief. Maar soms roep je ook maar eens wat, weet je wel... Nou, toen kregen we dan een mail van uh, dat we zo gehaast waren. Dat ze dat toch niet snapten. En dat wij aan een uh, relax. En dat uh, uh, Kees Storen toch altijd lekker uh, bleef hangen. Ja, Kees die blijft hangen. Ja, dat ja. weet ik wel, ja. <laughs> maar ik uh, moet gewoon naar huis omdat ik moet denken over de voorstelling van de andere dag. En dan sta je in Holte, Dat was dat bijvoorbeeld in Holte. Ik hoorde nu pas dat die vrouw die daar een beetje boos over was overleden. Dus dat vind ik dan weer wel zielig. Maar. Dat was niet daardoor. Dat was niet. Nou, nee, 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 dat is een bloedend hart. Want Richard wilde niet blijven. Dus uh, ja. Hij ja, was in Holten, was ook, dat was een theater. Was en ik begon mijn vorige show met een. Mijn vorige show ging heel erg over dat ik heel veel mensen ben verloren de afgelopen twintig uh, nou, ja, jaar. Waaronder bijvoorbeeld Frederik, maar ook andere mensen. En ook uh, gewoon mensen die uit je leven zijn gegaan, hoor, die nog wel leven. Maar toen dacht ik, dan, laat ik nou letterlijk beginnen om het publiek op een verkeerde been te zetten met een verdwijntruc. Dus meisje, Eva die mij reed, die moest dan opeens met een pruik en een jurkje aan. Uh, die gaat in een verdwijnkist, die draaien we om. En die komt er gewoon nooit meer terug. Gewoon dat idee. Ja, en dan, en mooi. Dan begon, ja. En, maar dan moesten we in de Holte. En daar, was, daar kon die kist niet af. Dus Eva, zo lief is dat ze Want het is natuurlijk niet echt dat de kist omdraait. Dat Eva uh, op centraal station is dus bij een kennis staat. Die zit natuurlijk gewoon in die kist. Dat is met, met, met een truc in dat. Ja. Dus uh, ja, even, Eva zegt: draait kist maar Ik wacht wel. Dus ze zegt, doe maar zo een beetje zo tegen die... Uh, zo half tegen die wand aan die zijkant. We waren geen coulissen, het was, was superklein. klein was net zo groot als deze tafel. Dat de, dat, uh, de, de, drie keer die tafel zo nog diep. Zo. Ja, dus zeg zes bij drie. Zes bij drie. Ja. Dus die kist, ja, die zette ik natuurlijk met de opening... waar zij eerst in te zien was, een beetje zo tegen de muur. En zij kon daar dan met een luik en een ding... wel eventjes een beetje zo op de hurken gaan zitten. Dus die heeft die outs bij mij duren nog 2,5 uur. Die heeft daar 2,5 uur zitten te marineren. In die bloed zitten, in die kist, in holte <laughs> tegen een muur. Met dat gekwek van mij erachter. <laughs> dus, uh, Wimmy, in die zaal, daar hadden wij al dikke vette pret om. Ik zei, Eva, ik doe vanavond die truc wel niet, weet je. Want het was echt één minuut, hè. Zij was ja. binnen een minuut weg. Zodt ze had ze uren in de make-up voor die flauwekul. Maar wel superleuk. En, uh, nou, dus die show is afgelopen. En, uh, en buigen en uh, gedoe. En daar komt die vrouw. Die later natuurlijk zo beledigd was dat wij niet daar langer bleven. Met twee enorme pakketten met streekproducten. Want het is ook nooit eens een bosje bloemen waar je daaraan moet pakken. Oh. Het is altijd iets met een ontbijtkoek. En een moeilijke stok met een balspel, wat ze <laughs> daar allemaal doen. En een stuk kaas, en een pot jam, en chips, en een schaap van, van uh, weet ik veel wat. van, van uh, Gebreid door iemand van de vreugde. alle hartstikke lief, maar ik sta... Dus dat, die vrouw zei, waar de meisje? Ik zei, ja, het meisje is weggetoverd. <laughs> en dat publiek zo door, maar dat is 60 man, dus dat werd minder, minder. En die vrouw maar door, die zei: Nee, maar dat wil ik aan de meisje geven. Ah, dat ah, is dat meisjes weg? Hoort bij de act, weet je? Nee, oh. maar doe dat meisje nou even. Dus het publiek al helemaal stil. Dus op een gegeven moment hoor ik van: Mevrouw. Wimmy. Mevrouw, komt u maar even mee, want ze klaar nu met u, hè. Die ontbijtkoek geven we zo al aan het meisje. Dus uh, die vrouw <laughs> werd weggetrokken. Dus ze moesten wachten tot die hele zaal met publiek leeg was. Nou ja, goed, zestig man zijn er zo uit. En toen kon even uit de kist. Want wat ik zeg, die was niet echt verdwenen. Nee. Hoort erbij. Is met spiegel en een luikie. Maar goed. Dus, uh, dus dat soort dingen maak je dan mee, inderdaad. Ja, en dan willen ze per se het hele pakket weer geven. Ja, heel grappig. Oh, te gek. Ja. Dankjewel. Hmm. Geen enkele dank. Dat was hem, de Elektra-podcast met Richard Groenendijk. Volg Richard op social media en ga hem zien in een theater bij jou in de buurt. Voor alle manieren om Elektra te steunen, kijk je ook op www.elektrapodcast.nl. Tot de volgende Elektra. Hoi!